Scholen, sportclubs, speelterreinen, stations, winkels, cafés en zorginstellingen. Nederland wordt steeds meer rookvrij. Ja, en daarmee komen we steeds dichter bij ons doel. Een rookvrije generatie. En dat is wel hard nodig ook, als we ons bedenken dat er elke week in Nederland honderden mensen beginnen met roken. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Ja, daarom is het ook zo mooi dat er zoveel mensen in Nederland meedoen om ons te helpen dit doel te halen. Door het hele land, van jong tot oud. Kijk maar mee. Wij hebben een filmpje gemaakt om onze ouders te laten weten dat deze school nu rookvrij is. Wij hebben samen met het bestuur gebrainstormd over een gezonde, rookvrije sportclub. En daar hoort roken natuurlijk niet bij. En hier wordt sinds kort ook niet meer gerookt, dankzij ouders en andere initiatiefnemers. Want zien roken doet roken. En dat willen we voorkomen. Daarom hebben wij ook een wet gemaakt die winkels verplicht om alle sigaretten uit het zicht te halen. Maar ook steeds meer bedrijven, verenigingen, ziekenhuizen, gemeentes en andere partners zijn gestart met initiatieven. Zodat we binnenkort allemaal rookvrij zijn. Zo help ik als stopcoach mensen naar een rookvrij leven. We stellen in eerste instantie een stappenplan op een bepaalde stopdatum. En daarna begeleiden we ze nog enkele weken om de rest van hun leven rookvrij te kunnen blijven. Ook ProRail en NS werken graag mee aan een rookvrije omgeving. Zo zijn we trots dat we afgelopen najaar de stations en ook de perrons volledig rookvrij hebben gemaakt. Het is toch logisch als wat dat je niet mag roken op een schoolplein? Want als je anderen niet ziet roken, dan denk je er zelf ook niet aan. Ja, het is heel mooi om te zien wat we samen, ook in dit moeilijke coronajaar, voor elkaar hebben gekregen. En daar wil ik iedereen ontzettend hartelijk voor bedanken. Laten we ook in 2021 onze schouders eronder zetten, samen veel mooie initiatieven ontwikkelen op weg naar een rookvrije generatie, naar een gezonder Nederland.